Dus Evergem is een flinke gemeente van 35.000 inwoners. En ik was burgemeester van 1995 tot 2000. De gebeurtenissen die mijn leven op zijn kop gezet heeft, zijn de aanslagen geweest van 9/11. Rond die tijd, rond 2000, het gevoel kreeg van mij niet goed meer in mijn vel te voelen. En dat ik dus afstand heb moeten doen van heel wat zaken. Mijn politieke engagement, mijn gezinsengagement en uiteindelijk ook van mijn beroepsleven. Was uw leven nu mogelijk geweest met jouw relatie en Nee. Maar goed, ja. Ik weet niet of dat nu zoveel rol speelt. Daar heb ik nu... Het punt is dat eenmaal je het spel niet meer meespeelt en de bij wijze van spreken uitstapt, dat ze jou wat laten vallen, dat mag je wel zeggen. Maar in de plaats komt er dan een hele nieuwe entourage van mensen die wel wakker zijn, die wel op zoek zijn, die het wel de waarheid willen weten. En dus er ontstaat een nieuw leven eigenlijk. Ja. Alles wat ze ons tonen zijn CGI's. Oké. Alles. Maar u zegt dat er nooit iemand vanuit de ruimte een foto terug heeft kunnen maken? Die is nog niet gemaakt. Maar de foto's die ik heb gezien zijn CGI, maar waarom zouden ze niet echt kunnen zijn? Omdat ze CGI zijn. Maar is het niet makkelijker als ze echt zijn? Wij moeten geloven, Guus, dat wij hier op dat wolken draaien aan een snelheid van 1500 km per uur. Wij draaien rond de zon aan een snelheid van 100.000 km per uur. En dat klopt niet. Als we inderdaad aan die snelheden doorheen dat onmetelijke uitspansel spiralen maken, dan zouden we dat toch moeten zien. Allee, als je nu, laten we zeggen, op een trampoline springt en je komt dan naar beneden, ja, ondertussen is die aarde doorgedraaid. Ik versta het niet goed. Ik heb toen dit artikel gekregen in de Klak, in de zomer van 2010. Ik heb toen recht van antwoord gevraagd. Ik heb dat niet gekregen, ik ben naar de rechtbank gegaan en die heeft mij uiteindelijk recht van antwoord gegeven. Wat was mijn probleem? Niet dat men twijfelt aan mijn denkbeelden of dat men die betwist, maar wel dat men een beeld van mij schetst als iemand die extremistisch, staatsgevaarlijk en antisemitisch is. Ik heb wel de overtuiging dat ik nu echter leef, dat ik vroeger in een soort van droom leefde, die ook prettig was. Ik zeg het altijd, de periode dat je in Sinterklaas geloofde was ook een mooie periode. En je kreeg dan cadeautjes als je braaf was. En dat duurt zolang het duurt. Op een bepaald moment word je eruit wakker. En dan begint er een nieuw soort leven. En ik ben er best wel tevreden mee, ja.